Wat voor beeld heb je van dakloze mensen? Het is begrijpelijk dat ze onbetrouwbaar overkomen, maar het hoeft niet zo te zijn dat ze ook daadwerkelijk onbetrouwbaar zijn. In deze video zullen we dat jou bewijzen. Ben je ready? Als je meer van deze verhalen wilt horen, abonneer je dan op het kanaal en zet het belletje aan. Je mist zo nooit meer een interessante video. De teruggegeven diamanten ring. Zoals de titel het al zegt, gaf een dakloze man een diamanten ring terug. Iemand met een fantastisch karakter trekt veel positiviteit naar zich toe. Een mooi karakter is de mooiste eigenschap die een mens volgens ons kan hebben. Wat is volgens jou de mooiste eigenschap van een mens? Vertel het ons onderaan in de comments, we zijn benieuwd. Wanneer een dakloze iets barmhartigs doet voor iemand, is dit het minste wat we verwachten. Ze hebben het zelf al zo moeilijk, zoals de daklozen in dit verhaal die een onverwachte goede daad verrichten. Laten we gaan kijken hoe het allemaal gebeurde. Het begon allemaal toen Sarah wat kleingeld aan de dakloze Bill Ray gaf. Eerder op de dag, voordat ze de dakloze man ontmoette, raakte Sarah geblesseerd en was ze genoodzaakt om haar diamanten verlovingsring af te doen. Dit was iets wat ze nooit deed. Ze hield de waardevolle ring altijd dicht bij zich en waardeerde dit symbool van de liefde tussen haar en haar verloofde enorm. Maar haar vinger moest ongehinderd herstellen, dus had ze geen keus. Ze stopte de ring zorgvuldig in haar handtas en wist dat deze veilig daar was. Ze ging vervolgens door met haar dagelijkse routine, alsof er niets aan de hand was. Ze was onderweg naar haar werk toen ze de dakloze Billy Ray tegenkwam. Toen ze hem zag, kreeg ze medelijden met hem. Hij kon zichzelf niet onderhouden, maar zij wel. Ze kon hem dus makkelijk een kleinigheid geven, iets wat hem een beetje zou helpen. Sarah voelde in haar tas zonder te kijken en greep naar een handvol munten die ze in het bakje van Billy Ray legde. Maar ze lette niet goed op het geld dat ze aan hem gaf en liep daarna weg zonder om te kijken. Pas toen Sarah thuis aankwam, ontdekte ze dat ze haar ring was kwijtgeraakt. Ze werd radeloos toen ze zich realiseerde dat de ring in haar tas had gezeten en dat de kans groot was dat ze de ring samen met de muntjes had weggegeven. Ze vreesde voor het allerergste. Hoe zou ze deze waardevolle ring ooit nog terugkrijgen? Ze kende de dakloze man niet en had weinig hoop hem terug te vinden. Sarah voelde een zware last op haar borst. Het was een gevoel van een groot verlies, omdat ze de ring buiten zijn financiële waarde om ook emotioneel veel voor haar betekende. Gelukkig wist ze nog op welke plek ze de man ontmoet had en ging ze er gelijk naartoe. Maar de man stond daar helaas niet meer. Dit was nog erger. Ze voelde zich radeloos en gestrest. Sarah begon alle hoop om haar ring nog terug te vinden te verliezen. Maar haar man stond erop dat ze nog één keer naar de plek ging. En dit keer was de man er wel. Sarah was blij om de man te zien. Niet alleen blij, maar ook verrast. Billy Ray zat weer met zijn beker in zijn hand waarmee hij geld verzamelde. Dezelfde beker waarin Sarah haar ring had gedaan. Ze was zenuwachtig en twijfelde of het wel zin had om haar ring terug te vragen. Hij had het zeker niet meer en hij was haar zeker al vergeten. Maar tot haar verbazing herkende hij haar. Ze vertelde hem over de ring die ze hem per ongeluk had gegeven en hij wist onmiddellijk over welke ring ze het had. Zijn reactie maakte haar emotioneel. Hij had de ring namelijk voor haar bewaard en hoopte dat ze nog terug zou komen om deze op te halen. Toen hij de ring had gezien, wist hij gelijk dat deze dierbaar voor haar was. Sarah kon niet geloven dat deze dakloze man zo'n goed hart had. Hij had alle reden om de ring te verkopen, maar dat had hij niet gedaan. Hij kende haar niet eens en koos er toch voor om haar dierbare ring voor haar te bewaren. Woorden om hem te bedanken schoten haar tekort. Ze nam de ring terug en bedankte Billy Ray. Nadat Sarah de ring terugnam en naar huis ging, had ze Billy Ray nog steeds in gedachten. Ze wilde dat Billy Ray moest weten hoeveel de ring voor haar betekende en hoe dankbaar ze hem was dat hij er zo zorgvuldig mee om was gegaan. Billy Ray was 55 jaar oud en woonde al jaren op straat. Hij leefde van het kleingeld dat hij kreeg van voorbijgangers. De arme Billy Ray had 16 jaar geleden het contact met zijn familie verloren. Hierna kwam hij op straat terecht. Toen hij de ring vond, wilde hij deze verkopen omdat hij het geld nodig had. Hij ging zelfs naar een juwelier om te onderhandelen, maar de prijs die de juwelier hem gaf, bracht hem aan het denken. De ring kostte waarschijnlijk veel meer dan wat de juwelier hem aanbood en als de ring zoveel kostte, dan was het vast een dierbaar bezit van de eigenaresse. Dit was het moment waarop hij van gedachten veranderde. Hij besloot de kostbare ring te bewaren en deze beslissing veranderde zijn leven voor altijd. Sarah was namelijk ontzettend onder de indruk van Billy Ray's eerlijkheid. Ondanks zijn situatie op straat voelde hij zich nog steeds genoodzaakt om de ring aan haar terug te geven. Billy Ray was aardig en oprecht. Ze kon van geluk spreken dat haar ring in zijn handen terecht was gekomen. Ze moest hem hoe dan ook belonen voor zijn vriendelijke daad.
Samen met haar man zetten ze daarom een fondsenwervingspagina op voor Billy Ray. Ze vertelde het verhaal van de ring en mikte op een bedrag van ongeveer 900 euro. Met dit geld zouden ze eten en kleren voor hem kopen. Nadat ze het verhaal verteld hadden, schrokken ze van de oneindige hoeveelheid reacties die ze ontvingen. Men begon gelijk geld te doneren voor Billy Ray. De donaties bleven binnenstromen en het bedrag werd steeds groter. Het geld dat binnenkwam was veel meer dan wat ze gepland hadden. Intussen verspreidde het verhaal zich steeds meer en meer in de wereld en mensen stapten naar Billy Ray toe om zijn hand te schudden en om hem moedige woorden toe te spreken. Het verhaal van Billy bereikte zelfs de krantenkoppen. In een van de reacties onder het verhaal vertelde een man over de dierbare ring van zijn moeder die gestolen werd en nooit meer teruggevonden werd. Hij hoopte dat de dief geïnspireerd zou worden door de eerlijke Billy Ray en de ring terug zou brengen omdat hij al die jaren nog steeds een leeg gevoel in zijn hart had. Je bent er nog, hè? Like snel de video en abonneer op het kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Zet het belletje ook aan en mis deze video's niet meer. 3 maanden later hadden Sarah en haar man uiteindelijk een mooi bedrag voor Billy Ray kunnen verzamelen via de pagina. Toen ze het bedrag aan hem gaven, kon hij het niet geloven. Hij wist niet dat zoveel mensen zijn handeling zo geweldig hadden gevonden. Met het ingezamelde geld kon Billy Ray een nieuwe start maken in zijn leven. Billy Ray was vastbesloten het geld verstandig te gebruiken en zijn leven weer op te pakken. Hij kocht een auto en zelfs een huis. Hij kocht een huis dat hij zelf zou opknappen. Hij was op het goede pad en heel erg blij met de grote verandering in zijn leven. Maar hij wist niet dat de mooiste verrassing hem nog te wachten stond. De verrassing was het beste geschenk dat hij kreeg. Dit geschenk was mooier dan zijn woning en de auto. Weet je wat voor geschenk hij kreeg? Hij werd herenigd met zijn familie. Toen zijn verhaal op televisie verscheen, herkende zijn familie hem namelijk. Ze zochten al die jaren nog steeds naar hem en konden hem na 16 jaren opsporen dankzij zijn goedaardigheid. In de afgelopen jaren hadden ze geruchten gehoord dat hij overleden was. Maar toen ze zijn gezicht op televisie zagen en hoorden over de daad die hij verricht had, waren ze heel erg trots op hem. Ze waren opgelucht dat hij nog in leven was en namen contact op met hem. Ze waren allemaal emotioneel aan de telefoon. Ze waren ook blij dat Billy Ray gezond was en hij was ook blij dat zijn familie gezond was. Hij maakte zich nog altijd druk om hem toen hij nog op straat woonde. De familie was van plan een familiereunie te organiseren, maar Billy kon bijna niet wachten. De reunie zou namelijk pas in de zomervakantie plaatsvinden. Toen NBC News de opwinding van Billy zag tijdens het vertellen over de reunie, besloten ze hem een spannende verrassing te geven. Hij werd uitgenodigd voor een interview samen met Sarah en haar man. Tijdens het interview spraken ze over het verhaal en de steun die Billy kreeg. Na het interview onthulde de verslaggever de verrassing. Ze hadden ervoor gezorgd dat de familie van Billy ook aanwezig was. De familie liep toen het podium op en Billy had moeite om zijn tranen onder controle te houden. Het werd een hele emotionele hereniging. Billy had er in de tussentijd vele nichten en neven bijgekregen die allemaal hun oom wilden ontmoeten en de familie was nog steeds van plan een reunie te hebben in de zomervakantie. Het was slechts de goede daad van Billy die ervoor zorgde dat zijn leven voor altijd veranderde. Billy is iedereen dankbaar die hem gesteund heeft. Hij heeft nu dagelijks contact met zijn familie. Hij heeft niet alleen zijn eigen familie terug, maar er ook een tweede familie bij. Hij heeft namelijk nog regelmatig contact met Sarah en haar man. Hij vroeg hen een keer waarom de ring zo belangrijk voor hen was. Hierop antwoordden ze dat de ring niet alleen kostbaar was in waarde, maar dat het een familiering was. De ring werd steeds generatie op generatie doorgegeven en Sarah hoopt dat ze de ring straks ook aan haar dochter kan geven. Nu begrijpt Billy waarom de ring zo kostbaar is voor Sarah en haar man. Sarah en haar man hebben ondertussen 2 kinderen, een jongetje en een meisje. Sarah kijkt ernaar uit om het verhaal van de ring aan haar kinderen te vertellen en hen ook voor te stellen aan de aardige Billy. Ze zal hen vertellen wat voor belangrijke rol Billy in haar leven heeft gespeeld. Ze heeft het verhaal ook met andere moeders gedeeld en zijn daad is voor hen en vele anderen een levensles. Billy is blij dat hij nu een onderdak heeft en veilig is. Hij heeft een tweede kans gekregen om zijn leven op te pakken en deze kans zal hij ook benutten. Hij is van plan een eigen bedrijf op te zetten wanneer hij klaar is met het restaureren van zijn huis. Billy gaat af en toe terug naar de plek waar hij voorheen bedelde en geeft nu geld aan de mensen die daar bedelen. Als hij de ring toen verkocht had, zou hij geld hebben om voedsel te kopen, maar zou hij nu nog steeds op straat wonen. Billy Ray heeft bewezen dat eerlijkheid loont. Als je ook een paar van deze mensen kent, vertel ons dan hun verhaal in de comments. Nogmaals, abonneer je op het kanaal en vergeet niet om het belletje aan te zetten.
Mis deze video's niet meer en krijg tijdig notificaties als wij nieuwe video's online zetten.